1 plus 1 is 3. Toch als we spreken over de fusie van de haven van Gent en Zeeland Seaports. Op 8 december vorig jaar werd North Seaport voorgesteld. Een nieuwe naam voor een haven met een ambitieuze toekomstvisie. Het moet representatief zijn voor Vlaanderen en Nederland. Het moet ambitie uitstralen. Het moet herkenbaar zijn in de wereld. En ik denk dat de Noordzee echt een verbindende factor is van onze twee landen, van onze regio. En dan was de naam rap een feit. Pas wanneer je echt tot een fusie komt, kun je alle voordelen van het samenwerken ook benutten. Dan kun je commercieel samenwerken, dan kun je investeringen samen doen. Dat biedt zoveel meer mogelijkheden dan op projectbasis werken, dat we dat altijd nagestreefd hebben. Het nieuwe grensoverschrijdende havengebied loopt van Vlissingen over Terneuzen tot in Gent. North Seaport heeft dan ook een unieke plaats in hartje Europa. En ze nestelt zich meteen ook in de Europese top van zeehavens. Nummer 3 in toegevoegde waarde, dat is de economische barometer voor de welvaart. En nummer 10 in goederenoverslag. Cijfers die tellen. Zeker voor de 525 bedrijven die werkzaam zijn in de haven. Een vaste waarde in Gent is DFDS, een scheepvaartbedrijf waar 8 maal per week roll-on, roll-off schepen tussen Gent en Göteborg varen. We kijken uiteraard ook al uit naar de eerste stappen en de impact voor ons van de fusie en van de integratie. Het is sowieso een verhaal van jobcreatie. Ik denk dat de haven onder andere ervoor kan zorgen dat de jobs zo zichtbaar mogelijk worden. En dat er één platform is voor het hele havengebied. Een andere mogelijkheid die we zien is zeker ook rond de sluisplanning. Dus uiteraard in coördinatie met Rijkswaterstaat. Om daar toch een iets langere tijdshorizon in te krijgen. Om die al op voorhand zo goed mogelijk in die sluisplanning in te krijgen. En hoe zien jullie de toekomst dan? Hopelijk verdere groei, verankerd in Gent voor de lange termijn. Upgraden ook van onze faciliteiten hier in Gent met de technologie van vandaag in de gate en op de terminal.